Beminde gevangenen. Het is iets, hè. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Ja, wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince. En die leidde daar een kerkdienst. Ja, beminde gevangenen, dat was toch alles een kerkdienst. Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum en natgekamde haren niet meer komt luisteren, zelfs naar een mummelende pastoor. Nee! Het was een stel uitgelaten, donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor. En ik bezweer u, beminde gevangenen. Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit. Het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging verbazend goed vooruit. Hij baalde erop, hij baalde erop, hij baalde erop, hij baalde erop. Met zoveel vuur, met zoveel stijl, hij liet zich gaan. Beminde gevangenen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van de blues en de soul van een zwarte man. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun levensgezellin te kruipen. Trek me uit de Franse klei. Geef me een drummer en maak me blij. En geef me vuur. Geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. Geef me vuur. Geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. Het was liefde. Het is wel een heel vreemde mutant.
Thank you.